Ja, voorzitter, toch even een kleine vraag. Als die landen wel voldoen aan de Kopenhagen-criteria, is de SP dan bereid om hen ook welkom te heten in de Europese Unie? Nee, voorzitter, dat zijn we niet. Ik wilde daar net op doorgaan. Ik heb daar gisteren een intens gesprek over gehad met uw voormalige partijgenoot mevrouw In het Veld op de radio. Ik denk dat de Europese Unie op dit moment geen nieuwe lidstaten moet toelaten. Als je het al zou doen, dan zou dat op zijn minst met een referendum moeten gebeuren. Kijk, het gaat hier om draagvlak. De EU heeft nu 27 lidstaten. De bestuurbaarheid wordt eigenlijk elke dag lastiger. Kijk ook eens naar de huidige EU-lidstaten. Kijk eens naar Polen en Hongarije. Die zich niet aan de eigen speelregels houden zoals de EU die heeft geformuleerd. Moet je dan nieuwe lidstaten toevoegen? Waar ook al zoveel problemen zijn met corruptie, met de rechtsstaat. Ik denk dat de EU dan zijn eigen problemen organiseert. Dus zoek naar andere vormen van samenwerking, zeg ik tegen de heer Sjoerdsma. Tweede vraag van de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, omdat de heer Van Dijk zich natuurlijk volstrekt tegenspreekt. Hè? Ik vroeg, is hij bereid om deze lidstaten, toekomstige lidstaten, toe te laten als ze voldoen aan alle criteria? En op dat moment zijn ze natuurlijk niet meer corrupt. Hè? Dan voldoen ze aan de criteria. Dus ik snap dat de heer Van Dijk er nu niet op zit te wachten. Maar ik vraag hem toch eventjes daar goed over na te denken wat hij nu zegt. Want hij zegt eigenlijk feitelijk, de SP, laat ik gewoon één land even uitnemen, de SP wil Oekraïne niet in de Europese Unie. Dat perspectief gaan we de Oekraïners ontnemen. Die mensen die vechten voor de vrijheid en veiligheid, voor onze waarden, die letterlijk doodgaan om onze waarden te mogen omarmen. Daarvan zegt de heer Van Dijk, zelfs als ze voldoen aan alle criteria, gaat de SP straks tegenstemmen. En ik vraag toch de heer Van Dijk, waarom? Waarom zo hardvochtig? Als ze voldoen aan al die criteria op het gebied van rechtsstatelijkheid. Ja, voorzitter, laat één ding helder zijn. Oekraïne is een bondgenoot van Europa. En wat Rusland doet in Oekraïne is verwerpelijk. En het zou heel goed zijn als de Russische troepen zo snel mogelijk vertrekken uit Oekraïne. Maar dat is heel wat anders dan nu overgaan tot een EU-lidmaatschap van Oekraïne. Dat land is niet klaar voor de Europese Kopenhagen-criteria. Dat weet de heer Sjoerdsma ook, die daar zelf ook veel waarde aan zegt te hechten. En je ziet nu dat de geopolitieke agenda eigenlijk boven die Kopenhagen-criteria komt te staan. Dus de mensen die veel waarde hechten aan die Kopenhagen-criteria, en ik neem aan dat u dat ook bent, die zouden die criteria weer net zo bovenaan moeten zetten als eerder. En vervolgens kan je als partij nog de politieke afweging maken. Is uitbreiding van de EU op dit moment verstandig? Nou, dat heb ik u net uitgelegd. Wij vinden op zijn minst een referendum daarbij noodzakelijk. Maar ik denk dat veel belangrijker hier de vraag is. Moet je in Europa niet zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking? Ik kijk naar de Raad van Europa. Ik kijk naar de Europese politieke gemeenschap van president Macron in Frankrijk. Dat is niet voor niets. Want wilt u werkelijk, meneer Sjoerdsma, naar een Europese Unie van meer dan 30 lidstaten, wetende dat de bestuurbaarheid dan nog veel moeilijker wordt en het draagvlak binnen de lidstaten ook nog veel moeizamer zal gaan worden? Ja, voorzitter. Ja, echt heel veel woorden natuurlijk die de heer Van Dijk gebruikt. En je zou als argeloze toehoorder zou je kunnen denken dat er ook nog logica in schuilt. Maar dat is natuurlijk niet het geval. De heer Van Dijk heeft het nu weer erover dat die landen niet voldoen aan die criteria. Dat weten. Dat weet iedereen die hier in deze Kamer zit, weet dat deze landen momenteel niet voldoen aan de Kopenhagen criteria. Iedereen in deze zaal wil dat deze landen voldoen aan de Kopenhagen criteria en houdt eraan vast. Maar de vraag die daarachter schuilt, meneer Van Dijk, is: wat gebeurt er als ze daaraan voldoen? En u moet niet weglopen van het feit dat u simpelweg zegt, nee, ze komen er niet in. Ze kunnen door alle hoepels springen. Ze kunnen een hele land hervormen. Ze kunnen de rechtsstaat verbeteren. Ze kunnen de journalistiek beschermen. Ze kunnen bij wijze van spreken een betere democratie hebben dan Nederland. Maar ze komen er niet in. Dat is wat u zegt tegen de Oekraïners. En daar moet u eerlijk over zijn. Dat is namelijk het proces wat we hier met elkaar hebben afgesproken. Strict, but fair. Maar u bent niet fair. Voorzitter, dit is flauwekul. Wat de heer Sjoerdsma hier betoogt. Er zijn Kopenhagen-criteria. Ja. Daar hebben landen zich aan te houden. Dat zijn de spelregels van de Europese Unie. Dat is één. We zien dat er nu lidstaten zijn van de Europese Unie. Polen, Hongarije, die houden zich niet eens aan die criteria. Dus ik leg ook de vraag op tafel. Moet je eigenlijk niet bestaande lidstaten ook eens tussentijds toetsen? Want het is nu een poppenkast, meneer Sjoerdsma. De Europese Unie heeft leden die zich niet aan de eigen spelregels houden.
Tijdens een voetbalwedstrijd zou dat onacceptabel zijn. De EU doet dat gewoon. En nu is er dus sprake van het toelaten van nog weer nieuwe lidstaten... omwege van geopolitieke redenen... waarbij de Kopenhagen-criteria ondersneeuwen. Dus dat is niet sterk. En daarnaast hebben politieke partijen het recht om hun eigen afweging te maken... over de legitimiteit van uitbreiding met nieuwe landen.